hier bij de Syndicus BVBA zijn we uiteraard Syndicus, zoals de naam zelf al aangeeft. We hebben een drietal kantoren, dus we zitten in Hasselt, in Diest en in Leuven. In totaal beheren we 400 gebouwen en we hebben hier een twintigtal werknemers in totaal. Eigenlijk bestaat het uit drie onderdelen, het beheren van gebouwen. We hebben enerzijds de juridische dienst, dus een eigen interne juridische dienst. Dan hebben we de boekhouding, die de boekhouding van de gebouwen doet. En de dossierbeheerders zelf, die doen dus het opvragen van offerten, leiden van vergaderingen, alle typische zaken eigenlijk. Dus we hebben voornamelijk appartementsgebouwen, maar we hebben ook vakantieparken en dat gebeurt ook. Daar heb je ook algemene delen. En het type gebouw varieert eigenlijk van heel kleine gebouwen, dus zelfs gebouwen waar maar twee mede-eigenaars zijn, tot grote gebouwen met honderden eigenaars eigenlijk. Uiteindelijk zijn het altijd die bewoners die beslissen, maar heel belangrijk is dat de syndicus die beslissingen dan ook uitvoert en dat ook snel doet. De troeven van ons zijn dat wij snel werken, goed communiceren met de mensen, maar ook de interne juridische dienst. Dus dat wil zeggen dat mensen die juridische vragen hebben ook rechtstreeks bij ons terecht kunnen. Vandaag de dag behouden we ons klantenbestand heel goed, dat is heel stabiel en we trekken alsmaar meer en meer gebouwen aan. Dus de toekomst voor de Syndicus BVBA is eigenlijk groei.